Wij openen met elkaar het Paasevangelie vanmiddag. In de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. En we lezen daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing vanmiddag is Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En daar schrijft Paulus het volgende, en het komt als het woord van God tot ons. Ook u heeft hij, dat is God, met hem, dat is Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook u allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover het woord van God deze middag. Geliefde gemeente, jongelui, afgelopen week las ik ergens dat er jaren geleden een actie was waarop er in het hele land op treinstation posters werden opgehangen met de leus Jezus leeft. En nu was er iemand die een rode viltstift had genomen, merkstift had genomen en had eronder gezet, nou en? Jezus leeft. Nou en? Dat is toch eigenlijk wel een goede vraag. Wat moeten wij met het verhaal dat de Heer Jezus weer is levend geworden? Wat heeft dat nu met ons te maken? Wat is het nut van de opstanding? De gemeente, vanmiddag willen we in deze leerdienst vanuit onze catechismus bij deze vraag stilstaan. Want God wil niet dat we op deze eerste paasdag als het ware toeschouwers zijn die op de tribune zitten en zeggen, inderdaad, de Heer Jezus is opgestaan. Hij leeft weer. Fijn voor hem. En vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, de Heere verlangt ernaar dat het feit van Christus' opstanding ons leven voorgoed verandert. Nu, wat dat is, dat vinden we in de zondag die aan de beurt is van behandeling. Zondag 17, vraag en antwoord 45. En laten we die met elkaar lezen. Dan wordt de vraag gesteld, wat nut ons de opstanding van Christus? Er worden drie dingen gezegd. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. We leggen dit naast het gelezen schriftgedeelte, Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En jongelui, in het Grieks is dat één hele lange zin. Al die 10 versen zijn één zin. En wil naar die hele zin gaan luisteren, u zult begrijpen dat we niet ieder woord expliciet afzonderlijk
kunnen aan bod laten komen. Het thema van de preek is wat de opgestane Christus doet. Wat de opgestane Christus doet. Drie gedachten, daarmee volgen de catechismus op de voet. Ten eerste, hij maakt levend. Ten tweede, hij maakt heilig. En ten derde, hij maakt heerlijk. Dus de opgestane Christus maakt levend, maakt heilig en maakt heerlijk. Tja, jongelui. Wat hebben wij, wat heb jij nu eigenlijk aan de opstanding van de Heer Jezus? Maar ik hoef jullie de geschiedenis niet te vertellen. De afgelopen weken hebben we het weer gehoord. Dat Jezus onschuldig gevangen genomen werd en tot de kruisdood veroordeeld. En dat hij daar op Goede Vrijdag ging tussen hemel en aarde. En aan het eind van de middag stierf. Jullie weten dat zijn lichaam vervolgens van het kruis genomen werd en in een graf gelegd. En zoals we vanmorgen hoorden, kwamen de vrouwen bij dat graf kijken om hem de laatste eer te bewijzen. Maar dat het graf open was en het lichaam weg. En dat de engelen vertelden dat Jezus weer was opgestaan. En toen de vrouwen richting de discipelen gingen, ja, toen ontmoetten ze Jezus in levende lijven. Jullie weten het. Jezus leeft. Nou en? Wat zou jouw antwoord zijn als iemand je vraagt, wat heb jij aan de opstanding van de Heer Jezus? Waarom is hij opgestaan? Ja, als je christelijk bent opgevoed, dan is je geleerd dat Christus de zonde van de wereld heeft op zich genomen en daarom is gestorven. Maar waarom is hij eigenlijk opgestaan? Als hij de straf op de zonde heeft betaald door te sterven, waarom is het dan nodig dat hij ook weer met zijn lichaam zou opstaan? Nu, daarover gaat het in de catechismus van vanmiddag. En dan wordt er als eerst geantwoord, door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. Dus de Heer Jezus is als het ware het gevecht aangegaan en heeft de dood verslagen. Door hem en door weer op te staan wordt duidelijk dat hij sterker is dan de dood. Jezus leeft, alle eer aan hem als de overwinnaar over de dood. Nou reageert iemand, dat klinkt natuurlijk mooi, maar juich je dan niet te vroeg. Ik bedoel, de dood bestaat toch nog steeds. De dood is niet weg. Nog steeds moeten wij mensen sterven. Wat betekent dit dan? Nou, om nog even bij jullie te blijven, jongelui. Weten jullie sinds wanneer de dood de wereld binnen is gekomen? Sinds de zondeval inderdaad. Toen wij tegen God kozen en hem ongehoorzaam waren. Toen kwam als straf daarop de dood in de wereld. En die dood heeft verschillende kanten. De Bijbel noemt er drie. Je hebt allereerst de, als je goed op hebt gelet op catechisatie, zullen de volwassenen het wel weten. Je hebt allereerst de lichamelijke dood. Nou, jullie snappen wel wat dat betekent. Je lichaam sterft op een bepaald ogenblik. En dat is het gevolg van de geestelijke dood. En dat betekent dat je los van God leeft. Je hebt geen contact meer met de Heer, omdat je een hart hebt dat hem niet wil dienen. Maar graag wil doen waar hij zelf zin in heeft. Je schepper staat niet op nummer 1 in je leven. Bij alles wat je doet, draait het ten diepste om jezelf. Je leeft niet meer voor het doel waar de schepper je voor gemaakt heeft. Namelijk je hem in alles liefhebben en dienen. Zonden zijn letterlijk geestdodend. En daardoor verdienen we, en dat is de derde kant van de dood, allemaal de eeuwige dood. Wie nu zonder God leeft, die zal straks bij het sterven van zijn lichaam zonder God in de eeuwigheid zijn. Zonder zijn liefde, zijn trouw, zijn genade. Door je zonde ga je voor eeuwig verloren. Nu, de Heer Jezus is gekomen om ons van die drie aspecten van de dood te bevrijden. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood.
En als je dat werkelijk gaat begrijpen, als je ogen door de Heilige Geest daarvoor open gaan, voor die realiteit, ja, dan zal je de Heer Jezus gaan geloven, lief gaan krijgen en hem willen gaan dienen. En gemeente, precies dat komen we tegen in onze schriftlezing. De apostel Paulus schrijft daar tot de gelovigen van Efeze en vertelt ze hoe ze door de Heere zijn gered toen ze tot geloof kwamen en wat dat voor hen betekent voor tijd en eeuwigheid. En dan begint hij te spreken over de dood. Kijkt u maar met me mee, vers 1. Ook u die dood was door de overtredingen en de zonde. En u ziet dat ik dit cursieve gedeelte even oversla. Dat is toegevoegd om ons te helpen die enorme lange zin beter te begrijpen. Straks komt dat in vers 5 nog een keer aan de orde. Nu, over welke dood heeft Paulus het hier in Efeze 2 vers 1? De lichamelijke dood? Nee, dat kan niet, want die mensen die leven nog. De eeuwige dood? Nee, ook niet. Ze zijn nog niet verloren en in de hel. De apostel heeft het hier over de geestelijke dood. Door hun overtredingen en zonden leefden ze zonder God, de bron van het leven. En hij werkt dat in vers 2 en 3 uit hoe zo'n leven er praktisch uitziet. Vanaf je geboorte laat je je leiden door een ongelovige tijdgeest. Je denkt vrij te zijn en te kunnen doen waar je zelf zin in hebt, maar ten diepste ben je een slaaf van Satan, die als de boze onzichtbare macht je aanspoort te leven in ongehoorzaamheid. Je leeft niet voor je schepper, maar je doet waar je vlees zin in heeft. En met vlees bedoelt Paulus je zondige, egoïstische ik. Daardoor ben je geestelijk dood. En, zo komt hij in vers 4 tot de conclusie, ben je een kind des toorns. Je verdient de toorn van God als straf op de zonde. En als er niets verandert, dreigt de eeuwige dood je toekomst te worden. Maar God. En gemeente, dat is het heerlijke maar van het evangelie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Door de opstanding van Christus mogen geestelijk doden weer levend worden. En zo komen we bij het eerste antwoord op de vraag naar het nut van Jezus' opstanding. De opgestane Christus maakt levend. Met andere woorden, hij herstelt de gebroken band tussen God en mens. En gemeente, de catechisme zegt dat Christus de gerechtigheid door zijn dood verworven, oftewel verdiend heeft. En zo is het inderdaad. Want toen de zaligmaker daarin aan het kruis van Golgotha, we hoorden het vrijdag ook al in de dienst, toen heeft hij de prijs op de zonde betaald. Hij kreeg als het ware de rekening van de ongerechtigheid van Gods kinderen. En hij betaalde het met zijn bloed. Maar zo stierf hij, plaatsvervangend de vloekdood. En daarna op die zondagmorgen, toen komt er als het ware de engel uit de hemel die zegt, het is goed, alles is betaald. Hier het bewijs van de betaling. De opstanding uit de dood, dat is het betalingsbewijs. De Vader in de hemel doet als het ware het graf open en zegt, kom maar naar buiten, mijn zoon. Alles is betaald. De schuld van mijn kinderen is weg. De zonden zijn betaald. Jezus heeft de gerechtigheid weer verdiend. Het is weer goed. Maar dat niet alleen. Die verdiende gerechtigheid, die moet je nog wel persoonlijk geschonken worden. Anders delen we er niet in. En precies dat is het eerste nut van Jezus' opstanding. Als de opgestane Heere, zo zegt de catechismus, maakt hij ons de gerechtigheid deelachtig. Hij laat ons delen in zijn overwinning en maakt ons geestelijk weer levend. En over die waarheid jubelt Paulus in Efeze 2. In vers 5 zegt hij, toen wij dood waren door de overtredingen,
zijn wij met Christus opgewekt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft hem ons met hem opgewekt. Jongens en meisjes, als er iemand is gestorven, helpt het dan om tegen diegene te zeggen: wakker worden, je moet weer levend worden? Nee, dat kan diegene helemaal niet. Zo is het geestelijk ook. Wij zijn door de zonde geestelijk dood. Onze relatie met God, die is kapot. Nou, helpt het dan om te zeggen: jij moet de relatie met de Heer weer herstellen. Jij moet kiezen. Het hangt van jou af. Nee. Dat kunnen en dat willen we van nature niet. Dat moet de Heer Jezus doen. En weet je, Pasen zegt dat Jezus dat ook wil doen. Ja, dat hij het ook daadwerkelijk doet. Hij heeft de overwinning over de zonde betaald. En hij deelt het uit als de opgestane Christus. Hoe? Door het evangelie te laten verkondigen. En daardoorheen met zijn geest in jouw hart te gaan werken. En wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je beseffen dat je een zondaar bent die vergeving nodig heeft. Hij toont je zijn Christus goedheid. Hij brengt je aan de voeten van de Heer Jezus. Hij leert je geloven in de Heer. En hij laat zien hoe heerlijk het is om met hem te leven. Want God is zo rijk in barmhartigheid en groot van liefde. En dat werk, dat noemt de Bijbel de wedergeboorte. Dat je weer levend wordt. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die honger heeft en een heerlijke maaltijd staat voor hem klaar op tafel. Dat is eigenlijk een kerkdienst. Ja, uit jezelf ben je verlamd. Je kan dat eten dus niet in je mond stoppen. Maar weet je, wat de Heer Jezus doet, dat is jouw kracht in je armen geven. Zodat jij hier zittend in de kerk of misschien thuis meeluisterend, meekijkend, dat eten, die verzadiging kan pakken. En dat je verzadigd wordt. En dat eten, dat is dan geloven. Want wie gelooft in de Heer Jezus, is geestelijk levend gemaakt en met hem opgewekt. Zijn zonden zijn vergeven en zijn relatie met God is weer hersteld. En broeders en zusters, om die reden laat God iedere zondag het evangelie verkondigen. En zo klinkt ook vanmiddag de boodschap dat Jezus leeft en dat hij dode zondaren opwekt uit de dood. Ja, hij roept het ons in grote bewogenheid toe. Ontwaak u die slaap en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Geloof toch in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Neem toch een hap van het eten, om zo te zeggen. Kies toch het leven boven de dood. Want allen die Jezus hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Twijfel toch niet langer. Geef u met een schuldbewust hart aan de zaligmaker over. En als u dat gedaan heeft, ja, dan deelt u dus in Christus' overwinning over de dood. U bent geestelijk weer levend geworden. Wat bent u verstandig geweest om voor de Heere te kiezen en met hem te leven? Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit de werken. Opdat niemand zou roemen. Ja, u mag gaan roemen in de Heere. De kerker van zonde en dood werd u buit, o Heer. U zag de strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig, het koppig, tegenwerkend kroost zoals ik dat ben. Ik mag bij altijd bij u wonen. Alle eer aan de opgestane Heer, die zijn opstandingskracht aan mij heeft gegeven. Ja, en daarmee zijn we direct ook bij de tweede punt van de preek. Want de tweede nut van de opstanding van Christus is dat als je geestelijk levend bent gemaakt, hij je ook
heilig wil gaan maken. Onze tweede gedachte. En de catechismus die verwoordt dat als volgt. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Als je tot geestelijk leven bent gekomen, dan ga je dat oude, doodse, wereldse leven zonder God achter je laten. Jongelui, omdat Jezus leeft, veranderen mensen radicaal. Je ziet het om je heen gebeuren. Of heb jij dat nog nooit gezien? Je leefde voor jezelf en je leefde voor het hier en nu. Je was ongeïnteresseerd in God en je leefde in de zonde en had je plezier in. Maar dat is nu voorbij. Het is je verlangen geworden om in liefde voor de Here te leven en Hem te dienen. De wissel in je leven is omgezet. En jullie weten wel zo'n wissel, hè, van een treinspoor. Toen je tot geloof kwam, toen ging jouw levenstrein niet meer op reis naar de afgrond, maar op reis naar boven. En nu wil je gaan leven bij die nieuwe bestemming. Een leven wat daarbij past. Een heilig leven. En dat wil de opgestaande Christus je geven. Dat is dus iets anders dan een beetje lief zijn voor elkaar en je netjes gedragen. Er gaat echt een streep door je eigen ik, zodat Christus gestalte in je kan krijgen. Want gemeente, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En wat is dat nieuwe leven dan? Nou, de apostel zegt het in hetzelfde hoofdstuk. Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het nieuwe leven. De opstandingskracht van Christus, die wil u bevrijden van egoïsme, van hoogmoed. En het wil u leren te leven voor de Here. De catechismus zegt dan ook terecht dat het leven van heiligmaking gebeurt door zijn kracht. Hij werkt het in je. Ja, wij worden ingeschakeld. We moeten zelf voor het goede kiezen en het kwade moeten we laten. Maar het is de opgestane Christus die dat in jou werkt. Zowel de rechtvaardiging, eerste punt van de preek, dat hij je levend maakt, als de heiliging, tweede punt, dat je dus heilig voor de Heer gaat leven, dat doet Jezus in jou. Het eerste is voor jou, het andere is in jou. Nou, Paulus schrijft over dat laatste, over dat tweede, in het laatste vers van onze schriftlezing, Efeze 2, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat nieuwe leven van dankbaarheid, waarin je je laat leiden door liefde tot God en de naaste, dat is bij de Heer afkomstig. Je bent van Hem afhankelijk. Dat maakt niet fatalistisch of lijdelijk. Nee, je bent juist geroepen, zo lezen we in dat vers 10, om de goede werken die God voor jou bereid heeft, om die uit te gaan leven. Jezus heeft ze voor je verdiend. En Hij wil ze als de opgestane Christus aan je geven. Nu van daaruit komen al die verschillende oproepen die we in de schriften lezen. Gemeente, wij moeten niet in eigen kracht eensgezind zijn. Als een soort opgelegde wet. Doe niet het eigen belang. Je mag niks door eigen dunk doen. Je moet nederig zijn. Je moet oog hebben voor de ander. De heiliging als nieuwe wet. Nee. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Je mag je gaan laten leiden door de autoriteit die je in Hem hebt ontvangen. Je bent immers met Hem in de hemelse gewesten gezet, vers 6. Als nieuw gemaakt mens mag je in zijn overwinningskracht je zaligmaker gaan navolgen.
met zijn liefde, zijn nederigheid, zijn opofferingsgezindheid. En dan ga je het met Paulus zeggen, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. De gemeente, dat leven vanuit Christus' opstandingskracht, dat is een levenslang proces. De catechismus zegt dan ook niet, je bent opgewekt. Je wordt opgewekt tot een nieuw leven. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar ik heb nog steeds last van die oude, zondige, egocentrische neigingen. En die moet je steeds opnieuw afleggen. Die worsteling met oud, tussen oude en nieuwe mens. En wat dat betreft is dat groeien in de opstandingskracht van Christus, dat heiliger worden, dat is iets van een paradox. Want wie leeft vanuit Christus' opstanding, ja, die heeft zo'n last van zijn eigen zondige bestaan. Want daar moet je aan sterven. En zo word je afhankelijk gemaakt. Komt er ruimte in je hart voor Gods kracht, gaat Hij ervoor zorgen dat je geduldig wordt met hen die het je zo lastig maken. Dan gaat Christus ervoor zorgen dat jij je vijanden gaat liefhebben. En dat je vergevingsgezind wordt naar die ene die jou op je hart hebt getrapt. Als Christus met zijn geest in je woont, dan word je nederig. En ben je bewogen met je medemens. En zo'n leven, jongens en meisjes, zou je wel kunnen vergelijken met een trolleybus. Weet jullie wat dat is, een trolleybus? In Nederland zie je ze in Arnhem. Nou, dat zijn van die bussen, die hebben geen brandstoftank. Dus dat is heel schoon voor de lucht en je hoort niet zoveel herrie in de stad. Maar zo'n bus kan dus niet zelfstandig rijden. Daar heeft hij zo'n beugel voor, naar boven, zoals je dat bij een trein ook ziet. En zolang die contact heeft met boven, kan zo'n trolleybus rijden. Maar zodra je het contact mist, staat de bus stil. Nu, zo is het ook bij een christen. Alleen als hij in Christus blijft, ontvangt hij dat nieuwe leven. En dat leven is een voorbereiding op de eeuwigheid. Want gemeente, Gods kinderen mogen straks in de eeuwigheid God en het Lam volmaakt dienen, liefhebben en gehoorzamen. Heel eenvoudig gezegd, bij heiligmaking zegt de Heere, oefen je alvast op dat eeuwige leven. Breng iets van de hemel nu al op de aarde. Of zoals een van Jobs vrienden het zegt, gewen je aan God en heb vrede. Vanmiddag roept de opgestane Christus het zijn kinderen toe. Laat er in je leven een gewenningsproces zijn. Niet aan de wereld of de zonde, maar aan een leven met God. Dat er zichtbaar wordt dat je een pelgrim bent, op reis naar het Vaderhuis. Dat je omgeving merkt dat Jezus in je woont. En dat Hij je de krachten geeft om in dat nieuwe, godzalige leven te wandelen en die oude mens te doden. Gewen u aan God. Ja, wen je er zelf aan om in alles met en voor hen te leven. Dat zult u straks in de eeuwigheid ook moeten doen. Doe het dan nu ook al. Want dat geeft vrede, zegt die vriend van Job erbij. Vrede straks in de hemel volmaakt. Maar nu ook al, te midden van zonde, strijd en dood. Vrede in je hart. Zo maakt de opgestane Christus je heilig. Dat is het tweede nut van de opstanding. Dat was eerst ook alweer, jongelui. Hij maakt je levend, zodat je gaat geloven. Zodat je de Heere wil gaan dienen, zodat je van hem gaat houden. Het tweede, hij gaat je leven vernieuwen. Zodat je je gaat voorbereiden op de eeuwigheid bij God.
En dat Jezus in jou zichtbaar wordt. En dat leven, ik zei het net al, dat loopt uit op die eeuwige heerlijkheid. En daarmee komen we bij het derde antwoord op de vraag naar het nut van Christus opstanding. Ja, ik had het aan het begin van de preek over die drie soorten dood. Weet je ze nog? Het waren ze ook alweer? De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Tot nu toe heb ik het over die laatste twee gehad. Dat Jezus met zijn dood en opstanding zondaren weer in contact brengt met God. En dat ze daarom niet verloren hoeven gaan. Maar de vraag die staat nog wel hoe het zit met de lichamelijke dood. Want degene die aan het begin van de preek zei dat die dood nog wel bestaat, die heeft natuurlijk wel gelijk. De dood is nog niet weg. Iedere dag sterven er mensen. Hoe zit dat dan? Nu, met Jezus' opstanding mogen we er zeker van zijn dat hij ook de lichamelijke dood overwonnen heeft. De straf op de zonde is weg. Dus wat dat betreft hoeven gelovigen niet meer te sterven. Maar wat er gebeurt als hun hart stopt met kloppen, dan gaat hun ziel naar God. Zijn ze bevrijd van de zonde. Hun lichaam wordt begraven, wachtend op Jezus' terugkomst. En op dat moment zal het vernieuwde lichaam weer opstaan en herenigd worden met de ziel. En dan mogen ze voor eeuwig met de zaligmaker op de aarde leven. En wij, ja, wij leven in een tussentijd. Tussen Jezus' eerste en tweede komst. De periode waarin de gebrokenheid van de wereld nog niet voorbij is. Maar waarin we wel zeker mogen weten dat er een moment komt waarop die gebrokenheid voorbij zal zijn. En die zekerheid, die ontvangen wij vanmiddag in het lege graf. De opstanding van de Heer Jezus is het bewijs dat er een moment zal komen dat de lichamen van de gelovigen zullen opstaan. En dat is het derde nut wat de catechismus noemt van Christus' opstanding. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Al zien we er nu nog niks van, niets van, gelovigen en ongelovigen, ze moeten nog steeds sterven. Maar Gods kinderen mogen hun leven laten bepalen door de overtuiging van een stralende toekomst die hen wacht. De dood is niet het einde. De Heer Jezus is immers een volkomen zaligmaker. Hij geeft troost voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Zoals de apostel Paulus schrijft in Filippenzen 3. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. En gemeente, zoals we lezen in Efeze 2 vers 7, mogen we dan in alle eeuwigheid ons verwonderen over de alles overtreffende rijkdom van Gods genade. En de onvoorstelbare goede tierenheid van God. Er is een eeuwigheid voor nodig om Gods liefde te kunnen doorgronden. En wie gered is, die kan de diepte daarvan nooit peilen. Nu met die levenshouding kunnen Gods kinderen nu al leven. Heerlijke eeuwigheid wacht me. En ik weet zeker dat het zo is, want het graf is leeg. Wat een contrast met hen die geen zicht hebben op de realiteit van Jezus' opstanding. Die leven met het motto, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. En vindt u het ook geen aangrijpende gedachte als je om je heen zoveel mensen op die manier ziet leven? Ieder weekend een soort carnaval. Jongelui, daar hoef je echt niet jaloers op te zijn. En al helemaal niet in mee te gaan. Want hoe meer lol, hoe meer feesten, hoe meer ontsporingen, des te groter is het bewijs. Die persoon heeft geen echte hoop. Hij heeft geen zicht op de Heer Jezus en het nieuwe leven dat hij geeft. Want ja, dan moet je maar genieten van het leven en eruit halen wat erin zit. Pluk de dag, leef voor jezelf, want voor je weet is het over. En hij heeft nog gelijk ook. Want als zijn lichaam sterft,
dan is het leven ook voorbij. Want dan wacht hem de eeuwige dood. Hoe aangrijpend. Wat een verschil met hem die Jezus mogen kennen. Want dan gaat het in de tijd hier op aarde niet om een leeg plezier. Maar mag je je tijd gebruiken om je op je zaligmaker te richten. Omdat je weet dat een leven met hem een heerlijk leven is. En het leven buiten hem uiteindelijk leeg. Het leven met Jezus stijgt ver buiten, ver boven alle aardse pleziertjes uit. Dan begrijp je dat oude gedichtje. Weg wereld, weg schattig, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. En hij zal je de heerlijkheid geven. Begrijp jij die levenshouding nog niet? Omdat je denkt, nou, maar als ik Jezus volg, dan mag ik al die leuke dingen op niet meer doen? Weet je wat jij dan nodig hebt, als je zo denkt? Niet een stel regels waarin ik je vertel, maar dit mag niet van God en dat is verboden en zus en zo. Nee. Dan heb je nog niet begrepen welke vreugde het geeft als je met de Heer Jezus leeft. Wat jij nodig hebt, is meer zicht op de Heer Jezus. Dan zou ik vanmiddag tegen je willen zeggen, alsjeblieft. Kijk dan nog eens een keer naar het kruis waar Christus aan heeft gehangen. Waar we vrijdag van hoorden. Dat hij nedergedaald is geweest in de hel. Maar kijk dan vandaag ook in dat lege graf. Zie je zijn liefde niet? Om je te redden. Om voor jou te zijn. Om je te maken zoals je bedoeld bent. Geloof toch in deze Jezus Christus. En als u zegt, ja, ik geloof. Maar als ik aan het gesloten graf van mijn geliefde sta, dan zit mijn hart vol twijfel. Zal dat graf ooit geopend worden? Dat kan toch niet? Kijk dan vanmiddag nog een keer naar dat ene geopende graf. Daar, vlak buiten Jeruzalem. De steen is weggerold. Het graf is leeg. Ziet u het bordje? He is not here, for he is risen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Het lege graf spreekt en getuigt. De dood heeft niet het laatste woord. De opgestane Christus heeft het laatste woord. En hij leidt alles naar de overwinning. En dan zal God zijn alles en in allen. En daar mag je naar uitzien. Pasen geeft hoop in crisistijd. Ja, Pasen verzekert u dat u in de overwinning zult delen. Ja, maar ik ben nog zo vaak bang voor de dood. Ik voel me huiverig. Ik twijfel. Ja, wat kunnen we ook na ontvangen genade nog opzien tegen de dood? We blijven mensen. En de dood is de laatste vijand. Mag ik u dan wijzen op Christen uit het boek Christenreis, die de doodsrivier door moest gaan? Hij dreigt weg te zinken. Wat hield hem op de been? De belofte van God uit Jesaja 43. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Zo is de opgestane Heer Jezus. Hij maakt zijn werk af. Hij is een heiland vol barmhartigheid. Die reageert op het geroep van stervelingen. Hij kan het doen als de levende. Hij wil het doen als de barmhartige. Hij zal het doen als de getrouwe. En gemeente, dat is wat de opgestane Christus doet. Hij maakt levend, hij maakt heilig, hij maakt heerlijk. Wie zou deze Jezus nu niet willen dienen? U toch zeker wel? Jij toch ook? Houd het in gedachten. Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En laat die waarheid uw leven bepalen. Dan zal het ook uw eeuwigheid bepalen. Ja, Jezus is al onze liefde waardig. Amen.